Historische toespraak gisteravond van onze koning. Hij waarschuwde ons te houden aan de coronamaatregelen. Hij sprak ook lof uit voor de zorg en riep op tot saamhorigheid in deze moeilijke tijd. Alertheid, solidariteit en warmte. Zolang we die drie vasthouden, kunnen we deze crisis samen aan. Ook als het wat langer gaat duren. 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden. We zeiden net al even, u heeft dus ook zitten kijken thuis op de bank ook met het hele gezin. Uh, wel met mijn dochter. Mijn uh, vrouw werkt in de zorg, dus die was ook aan het werk uh, gisteren. Uh, en uh, mijn dochter zat op de telefoon. Dan zeg ik wel altijd even: let op, de koning is op tv. <laughs> dus we gaan nu wel even kijken. Ja. En ik vind dat gewoon wel belangrijk ook. Ik vond dat ook met de toespraak van de premier. Kijk, dit soort toespraken komen bijna nooit. Hè? Dus we weten met elkaar als ze er zijn, is het ook echt wel serieus. Dit is historisch natuurlijk, komt bijna ja. nooit voor. Wat vond u van uh, de toon van de koning? Ja, ik vond het, dat hij een hele goede toespraak had. Niet ingewikkeld. Um, heel meelevend ook. Hè? Mm -hmm. Hij benadrukt ook: ik begrijp ook wat er gebeurt. Um, mijn dochter keek mee. Hij zei op een gegeven moment ook: uh, Nou, naar de kinderen die niet meer naar school kunnen. Je denkt echt, nou, dan heb ik drie weken vakantie... en dan blijkt dat zo niet te zijn. En dan ineens is je wereld heel klein. Ja, dat vond ik wel heel aansprekend, want dat maak ik in mijn gezin nu ook mee. Merkte u ook aan uw dochter dat dat binnenkwam? Dat hij de, de goede woorden vond voor juist die kinderen? Ja, daar heb ik het niet over gehad, maar um, <laughs> uh, ik, ik vond dat wel. En zeker ook naar ouderen. Uh, het, het hele idee dat de ouderen nu geen bezoek van kleinkinderen krijgen... is voor heel veel mensen op leeftijd gewoon een heel groot gemis. Mm -hmm. En ik vond dat hij daar goed bij aansloot. En dat hij wel zei, jongens... Het wordt ook ingewikkeld, het wordt ook moeilijk. Maar we kunnen er met elkaar doorheen komen. Ik, dat zijn de boodschappen die een koning moet geven. Ja, nou, ja, u weet, als campagne's-tegen natuurlijk alles van hoe je een goede toespraak houdt. Uh, wat viel u op? Uh, nou, wat ik het meest opvallend vond van de toespraak... is dat hij de aandacht vroeg voor het feit dat, de professionals hier, dat we dit, dit aan, de, de, aan de professionals moeten overlaten. Ja, laten uh, we anders... We hebben dat fragment ook klaarstaan. De koning benadrukte inderdaad in zijn toespraak... Dat, uh, dat we de specialisten van het RIVM en de GGD ons vertrouwen moeten blijven geven. We mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD's... en op alle andere instellingen en experts... die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek... En ervaringskennis de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico's voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven. Nou, we hebben het allemaal nog een keer gezien. Waarom vond u dit zo opvallend? Nou, als je de sociale media een beetje volgt, en ik doe dat, dan, uh, dan merk je dat we op dit moment 17 miljoen deskundigen hebben in dit land die allemaal weten hoe deze crisis aangepakt moet worden. Um, dat zie je zelfs ook in de politiek En uh, van mensen die zeggen nou, de, het kabinet doet het helemaal verkeerd en de deskundigen weten niet waar ze het over hebben. En dan bedoel ik ook partijen als. Als Geert Wilders en, en Thierry Baudet. En dan vind ik, uh, dat, ik vind echt dat dat niet kan. Ik vind dat de Kamer zich niet moet opstellen als de crisisorganisatie die nu deze crisis moet aanpakken. Maar, maar ze moeten natuurlijk wel hun werk kunnen doen. Controleren, kritisch zijn, is natuurlijk ook belangrijk. Ja, kritisch zijn is belangrijk. Maar let op een crisis aanpakken als deze crisis: een ongekend grote crisis, die we eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog niet gehad hebben. Mm -hmm. Dan kun je niet anders dan zeggen: er is een verantwoordelijk team van mensen met deskundigen, met politici, met beslissers, met nou, enfin, wie dan ook, mm -hmm. die doen het. Want als je 150 Kamerleden ook nog gaat betrekken in het crisismanagement van deze crisis... weet je zeker, één ding zeker, dan gaat het fout. Is dit een ergernis ook van u, dat mensen toch het RIVM, de GGD, dat de adviezen toch in twijfel worden getrokken? Ja, weet je, iedereen discussieert daarover. Wij zijn altijd een land met heel veel meningen, dus dat is het in deze periode ook... Um, ik hoor toch ook heel veel mensen die zeggen, ja, het is, uh, dat maakt de onzekerheid alleen groter. Ik vind wel dat het aan de politiek is, maar ook aan mensen daarbuiten die gewoon vanuit hun eigen achtergrond mee willen denken om de juiste vragen te stellen. Hè. Dus dat vind ik iets anders dan kritiek of iemand beschuldigen. Mm -hmm. dat, dat vind ik echt een politiek spel. Mm -hmm. Maar kritische vragen stellen om gewoon ook in debat te laten horen um, uh, hoe worden de keuzes gemaakt, zodat iedereen dat ook kan volgen. Ja, dat vind ik wel goed.